Groningen PSV. Tja. Ja, het is een belangrijke wedstrijd. Ja. Thuis spelen wij, dus wij willen winnen gewoon van PSV. Ja, jullie kunnen in één keer die hele competitie ook een beetje op z'n kop zetten ook. Ja, zeker. Ik denk ten eerste doen wij nog gewoon goede zaken voor de play-offs dalen. En we kunnen ook PSV pijn doen. Dat willen we ook doen. Ik helemaal, eigenlijk. Oh, waarom is dat? Wat is dat? Ik denk wel dat het duidelijk is waarom. Vanwege je Ajax-verleden. Ja, dat zeg jij weer, hè? Ja, wat dan? Tuurlijk. Kijk, iedereen weet dat ik van Ajax hou. Dus ja, als ik moet kiezen wie kampioen wordt, PSV of Ajax, ja, dan hoop ik Ajax natuurlijk. Oh. Zijn het uitspraken? Ja, dus vandaar. Dus jij gaat er alles aan doen om Ajax te helpen. Ja, ten eerste help ik Groningen. Ja. Dat is taak nummer 1. Ja. En dan kan ik ook natuurlijk Ajax helpen. Juist. Ja. Goed. Dus dat doen we dubbele goede zaken. Oh, dus jouw vrienden in Amsterdam die zijn blij met jou? Ja, ik hoop dan iedereen eigenlijk. Eerst in Groningen, dan in Amsterdam. Ja. Ik denk dan in Eindhoven dat ze niet echt blij zullen zijn. Nee, maar we moeten eerst winnen. Laten we dat opstellen. Ja, je moet eerst winnen van PSV. Maar gaan jullie winnen van PSV? Wat denk je? Nou, ik moet zeggen, thuis zijn we heel sterk. Dus ik denk het wel. Je denkt het wel? Ja. Goed. Nou, dan wil ik nog even een uitslag horen. Oh, jij bent van de uitslag? Ja, uitslagen. Ja, dan moet je ook met een uitslag komen. Als je zegt dat je wint, dan wil ik het. 2-1. 2-1 voor Groningen. Nou, we noteren hem.